we gaan dus richting Friesland. Geniet van het reisje, ik ga leuke dingen vertellen en ik zou zeggen, fijne dag allemaal. Ik heb heel veel foto's gemaakt, ik geloof 52 of zo. Dus, dan kun je, ja, als je ze wil zien, kun je ze zien. De man die gaf een hele uitleg van hoe het allemaal zat met de kleding. Die mevrouw die heeft 4 verschillende rokken over elkaar aan. De onderkleding was eigenlijk nog mooier als de bovenkleding. En dat ziet nooit geen mens. Dat heb ik nog gevraagd, maar dat ziet nooit geen mens. En ze hebben dan niet echt veel sieraden, maar wel wat zilveren beugeltas en zo. Die krijgen ze dan als ze gaan trouwen. Ik zat naast een meneer, die was 86. Daar heb ik een heel leuk gesprek mee gehad. Dus dat was echt wel leuk. En aan de andere kant zat een meneer, die kon bijna niet lopen. Maar die was 92, geloof ik. Maar die ging toch gezellig mee. De meeste mensen, die hebben we wel op foto staan. En zijn dat allemaal mensen uit Kanaleneiland? Of hoe zit dat in elkaar? Vleuten, de mieren... Hooggraven. Nou, wij dan met z'n drieën. En dan nog 2 mensen waren er, geloof ik. Maar we hadden een bus vol. Dus en u kende al die mensen uit Kanaleneiland? Nee. Die 2 die erbij waren ook niet. We kenden alleen mevrouw Vos en verder niemand eigenlijk. Dus, ja. Want hoe lang woont u in Kanaleneiland? 42 jaar. 41 jaar. Dus dat is best wel een tijd. He? En we hadden ook nog nooit, maar dat klopt ook wel, van deze reizen gehoord. Want verleden jaar is dat voor het eerst begonnen. Dus we vonden het erg leuk. Ik heb ook gezegd, krijgen we hier weer verder berichten over? Nou, in principe wel. Want hij houdt er erg van om allerlei dingen te zien en beleven en doen. En dus ja, dan doen we dat.